Dal Molenaar, voorzitter van Dorpsman Ballen. We zitten hier even op het terras aan het strand, wat noemen we ballen, om de volgende reden dat het idee liep bij ons al veel langer om toch het badstrand weer terug te krijgen met ballen. We hebben al een jaar of 20 hier geen badstrand meer. Een van onze leden heeft het tijdens structuurvisie, de behandeling van de structuurvisie op het gemeentehuis, heeft dit ook kenbaar gemaakt. En sindsdien is de bal toch wel in een stroomversnelling geraakt. En is de pers erachter gekomen over onze ideeën. Het belangrijkste is wel, dus wij moeten dit hele verhaal nog doornemen met onze leden. Dus de leden, dat zijn de bewoners van Dorpsland Ballen, tenminste die al lid van onze vereniging zijn. En wanneer zij positief zijn, zij over zeggen van ja, wij willen het badstrand bij Ballen weer terug hebben. Dan gaan wij ermee aan de slag als Dorpsman. Niet alleen, de bedoeling is dus dat wij een speciale commissie dan gaan vormen bij genoeg steun. En waar bijvoorbeeld ook wel Dorpsman in zit, maar ook enkel ondernemers en mensen met kennis van zaken. Deze plannen die gaan jullie dus samen doen met de gemeente en met de Rijkswaterstaat? Plannen die moet je altijd samen doen. Wij moeten eerst voor onszelf even terugkoppelen naar de leden van wat wij precies willen. Dan gaan we informatie verzamelen van wat dan de beste manier is. Dat doe je dus in overleg met de gemeente, met de Rijkswaterstaat. Om als het mogelijk is een plan te creëren wat natuurlijk ook beheersbaar is en de kosten. Ja, dat is natuurlijk ook altijd het probleem van het kostaspect. Ja. Mag ik eigenlijk wel zeggen, samen maken jullie je sterk voor een badstrand Ballen? Ja, wij maken ons samen met alle, tenminste sowieso de Ballemers en de leden van Ballen, daar vertrouw ik een beetje op. Maar dat moet teruggekoppeld worden naar de Ballemers ondernemers. En wij van het bestuur Dorp van Ballen maken ons sterk voor een badstrand Ballen.